Op deze plek, aan de slaan in Eindhoven, komt de nieuwe daklozenopvang. Dinsdagavond heeft de gemeenteraad daarmee ingestemd. In totaal komen er bijna 100 daklozen te wonen. Dit oranje gebouw, het Labere Huis, is zo'n 60 jaar oud en dringend aan vervanging toe. Dat vindt ook de politiek. Wel waren er nog twijfels over wat de nieuwbouwplannen betekenen voor de leefbaarheid in de buurt. Maar ook daar zijn nu afspraken over gemaakt... Zo geldt er een maximum van 96 daklozen die worden opgevangen. Verder komt er onder meer camerabewaking in de buurt, houdt de politie een extra oogje in het zeil en worden daklozen aangesproken op hun gedrag.